Zwijgen en in de beweging. Ai, en daar weer valpartij. Ai, 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 ai. Een stuk of 3-4, eentje valt zelfs in de gracht. Het lijkt er met zelfs 5-6. Ook alweer een paar ploegen zoals Roesvelo. En is dat, even kijken, met het nummer 5, Kuznetsov. Kuznetsov, inderdaad. Een hier eentje van Wanti. Wanti Goubert. Nee, 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 of toch. Oei, oei, oei. Ook een renner van Cofidis. Ik hoor daar iemand zeggen, ieder jaar hier. Dus het is een bocht of een strook die erom bekend is. Uit die bocht, bewegingen in het peloton. Ja, dus van laveren van links naar rechts. Jan Gijsling hier. De man waarvan men binnen de ploeg redelijk veel verwachtte. Lekker band wordt ook gesignaleerd voor Chalingi. Iemand die dacht, ik ga terug mijn fietsen zoeken in de gracht. Maar die lag ondertussen al boven. Hier is uw velo, meneer van Katyusha. Maar bij deze omstandigheden is de zin om er dan nog werk van te maken niet echt super aanwezig. Daar vooraan loopt het al mis, zie je? Ja. Een uitwijkmanoeuvre van een renner op rij 2. En dan pats op die zeeppartij. Een stuk of 6 tegen de grond. Daar, ja, kijk, dat manoeuvre. Ja, inderdaad. Het is met die middenlijn die men dan wilt ontwijken, daar dwars brut over gaat. Die Kuznetsov die heeft daar echt heel veel geluk gehad. Hè?